Esther, weet u de weg of niet? Ja, die weg weet ik, maar dan kun je met geen mogelijkheid naar terug. Zie ik eruit alsof ik dit grappig vind? Nou, vooruit, welke kant moet ik op? Wat wil je ervoor hebben? 10 euro, 50? Niks? Ja, zeg maar dan welke kant ik op moet. Je bent zo met die vlug. Je bent in het hiernamaals. Het voorportaal? Je bent dood, je kunt nergens naartoe. Waar zie je mij voor aan? Emma Ten Hagen, 26 jaar jong, kandidaat notaris van beroep, vrijgezel, na verpiercing, hout van zuurkool. Zoals ik al zei, hebben we elkaar vaker ontmoet, maar goed. Hè? Geef me de gelegenheid je verder te informeren. Je was zojuist op weg naar meneer Van Vleuten. Ja, dat zei ik. Ja. En op weg daar naartoe ben je van de weg afgereden. Als gevolg daarvan lig je in coma. Kijk maar even mee. De bestemming staat aangekruist hel. Maar dat wist je waarschijnlijk wel. Hel? Bestemming? Ja. Lotspapieren? Ja. Wat is het voor onzin? Stop met het lotsgebied, flauwekul. Godverdomme, Emma! Je wordt niet gevloekt! Wat kan het jou schelen of ik naar de hel of naar de hemel ga? Nou, Petra. De vrouw die hier alles voor het zeggen heeft, zo makkelijk kom jij niet van mij af. Wil je cash? Check? Kilo? Paypal? Ideal? Payroll? Emma, dit is niet de manier waarop je je lot kunt veranderen. Wie bepaalt dit? Wie bepaalt wat? Dat ik naar de hel moet? Heb jij nooit opgelet tijdens godsdienst? Nooit verder gelezen dan de kaft van je Bijbel? En überhaupt kunnen verweren? Ja, jij bent hier niet over ingedrongen. Precies. Jij hebt je niet kunnen verweren? Inderdaad. Jarenlang ben jij geconfronteerd geweest. Geconfronteerd met mij. Al tientallen keren heb ik je proberen wakker te schudden, maar jij zag mij. Ik bedoel, de andere hen zag je niet staan. Jezus. Nou, ken je haar? Nee. Dit is die dakloze, die standaard voor de supermarkt zit waar jij je... Oh, god, gaan we zo. Geen 1 cent heb je in haar schoot geworpen. Niet eens gedag gezegd. Die vrouw was ik. Nee, Petra heeft me op staande voet ontslagen, direct de laan naar ze stuurt.